Vandaag gaan we kijken hoe snel we een distelslot van de aanhanger open kunnen krijgen. Eerst old fashioned met de hamer en daarna supermodern met de flex op accu. Nu de eerste poging met een hamer. We hebben hier een gewoon standaard kokerslot met een cilinderslot zoals we hem heel vaak verkopen. Wat gebeurt er als je hem een flinke pets met de hamer geeft? Net niet. Je trekt wel heel veel aandacht in ieder geval. Nu met de flex. Dan is er natuurlijk de vraag, welke dief heeft een flex op accu? En dit is natuurlijk gewoon een standaard distelslot voor circa 15 euro. Wil je goed beveiligd zijn, kies dan gewoon een SCM slot en dat duurt langer. En dat gaan we in de volgende video testen.